Veendam schiet met scherp tegen VVV. Goedenavond, de komende 20 minuten kunt u ook kijken naar een tafeltennisfeestje in Leek. Maar we beginnen aan de Lange Leegte, waar Veendam gisteravond de grootste overwinning van het seizoen behaalde. VVV uit Venlo werd met een 5-1 nederlaag terug naar Limburg gestuurd. Veendam was dus goed op schot. Dit is Twan Roorijen, de 25-jarige aanvaller die voor de rest van het seizoen door de BV Veendam is gehuurd van FC Groningen. Roorijen in de herkansing, want bij Groningen lukt het niet. En Griever vertelde aan Roorijen, spel breed houden, acties maken, voorzetten afleveren. En als het even kan, pik je vanavond een goaltje mee. Dit is Roorijen na een paas van Theo ten Kaat. Kolder mist en Mulder die staat er verkeerd voor. En bovendien, dat is een linkspoot en hij ondernam een poging met zijn rechterbeen. Veendam drukte VVV vanaf de aftrap terug in de eigen 16 meter. En het wachten was eigenlijk op een doelpunt van de BV Veendam. Veendam, het verhaal is bekend, nog 5 geblesseerde spelers en Hendriksen was geschorst. Veendam probeerde snel diep te spelen en dat ging heel lekker. Dreiging van Mulder naar buiten gaat naar binnen en legt hem prima voor het linkerbeen van Kolder. 1-0 voor Veendam na 17 minuten. Kolder, de linkspoot, kreeg hem heel goed aangespeeld en werkt het vakkundig af. Veendam, ja, gelijk door op weg naar die 2-0. En dit is Theo ten Kaat, ook een linkspoot en doet het gewoon met rechts. Terug na 6 wedstrijden afwezigheid wegens een kuitblessure. Prachtige goal van de goed spelende Theo ten Kaat. Heel af en toe kwam VVV er even uit. Maar wat de Limburgers lieten zien was eigenlijk bedroevend. Dit was een inzetje van Jan van Raalte, vorig seizoen spelend voor Emmen. Veendam, opnieuw een diepe bal op Kolder. En die doet altijd mooie dingen met zijn linkerbeen. En daar komt ten Kaat, zijn inzet lukt niet. En daar is hij, Roorijen, de debutant. Eerste goal in dienst van Veendam. En voor Roorijen is het te hopen dat hij nog veel doelpunten zal maken. Want aan het eind van het seizoen is hij transfervrij. 1 minuut voor rust, een memorabel moment. Hup! Roorijen krijgt een geweldige trap van keeper Baart. En voor scheidsrechter Karmans is het natuurlijk ook duidelijk. Rode kaart, inrukken voor keeper Baart. En hij wordt vervangen door deze Jacobs. Veendam dus na rust met 11 tegen 10 spelers. 20 minuten gebeurde er niets en dan weer een mooie brede aanval. Beetje hulp van de verdediging van VVV. En uiteindelijk een doelpunt van Lucian Ili. Eerste goal van de Roemeen in dit seizoen. Stand 4-0 voor de BV Veendam. Weer een diepe bal op Theo ten Kaat. Die legt hem breed, verdediging let niet op en Kolder kruipt voor zijn tegenstander. 5-0 voor Veendam, tweede goal van Kolder. En die staat nu op 4 in dit seizoen. Heel af en toe VVV, Prinsen verslikt zich in Evans en haalt vervolgens Evans onderuit. Nou, dat is vrij duidelijk, dat is een strafschop en een geel kaartje voor Prinsen. Linssen, het talent van VVV, mag de klus afronden. Doet dat niet, stand blijft dus vrolijk, 5-0 voor Veendam. En Prinsen die was daarna de weg een beetje kwijt. Hij speelt hier een bal terug, dat gaat dus niet goed. Daar komt weer Evans, gaat ook langs keeper Achterhoek en dat is 5-1. Dat zou ook de eindstand worden. U ziet de laatste balwentelingen. Nou, een toch wel opzienbarende prestatie van Veendam. Vorige week gewonnen met 2-1 van Den Haag in Den Haag. Nu een 5-1 overwinning thuis op VVV. 6 punten dus uit de laatste 2 wedstrijden. En er werd dan ook aan de Lange Leegte na afloop een goed glas gedronken op de ruime overwinning. Voordat het feestje losbarstte sprak collega Jan van der Veen met Veendam-debutant Twan Roorijen. Twan, je kwam in een aanloop, een biertje, was dat gebleven? Ja, heb ik even weggezet. Ik denk voor de camera is dat niet goed, hè. Het was je debuut, 5-1 winnen, zelf een doelpunt maken. Nou, ja, een soort droomdebuut kun je wel zeggen voor Veendam. Ja, zeker. Ik denk dat we daarop hadden gehoopt. We moesten winnen, maakt niet uit hoe. Maar als je dan de eerste helft ziet, denk ik dat we het ook met redelijk goed voetbal hebben gedaan. Trainer Griever had vooraf gezegd, ik kan Twan gebruiken aan de rechterkant. Of centraal, nu een beetje achter de spitsen. Je speelde vanaf rechts. Ja, inderdaad. Ik had zelf aangegeven dat ik ook in principe vanaf rechts wil gaan spelen. Maar ja, met de kanttekening dat ik ook achter de spits eventueel uit de voeten kan. Maar daar heb je tegen de kaart lopen. Ja, dat is natuurlijk ook geen pijn. Nee, dat viel mooi samen. Hij kwam terug na een langdurige blessure en jij maakte je debuut. En dat ging ook in de combinatie goed. Ja, klopt. Het is natuurlijk wel sterk aan de bal. En ik heb vrij veel diepgang. Dus van hem krijg je de balletjes wel.
Het was een mooie eerste helft, 3-0 voor en een wat mindere tweede. Ben je het daarmee eens? Ja, klopt. De tweede helft zijn we heel slordig gaan spelen. Ballen over 10 meter die te hard gingen of die niet aankwamen. De tweede helft was niet best meer. Nee. Je werd vlak voor rust getorpedeerd volgens mij door die keeper. Wat was er aan de hand? Ja, klopt. Een hoge bal, tweede paal. En ik let op die bal en ik wil hem terugleggen. Ik raak die bal ook, geloof ik. En in één keer komt die keeper aanvliegen. En ik weet niet, hij raakt me op mijn schouder hier en hier iets bij mijn lip. Het leek mij een karatentrap. Het leek alsof je onthoofd zou worden. Ja, dat zeiden die jongens ook. Dat was niet normaal. En daarom zeg ik, ik heb het zelf niet zo beleefd. Want ik let op die bal, ik wil hem terugkoppen. Maar ik hoorde dat het wel een aardige, dat die aardig gaat inkomen, joh. Ja, je leeft nog. Daarom, gelukkig wel. 5 wedstrijden werden er gisteravond gespeeld in de...